Live in Zimbabwe was het vorig jaar april/mei. De Saskia Lowe Band. En over 4 weken wordt deze DVD officieel gereleased. Saskia, deze muziek. Hoe is deze muziek voor Zimbabwanen? Is dat iets wat zij kennen of is het voor hun iets heel erg nieuws? Nou ja, het was zo dat we hadden van tevoren natuurlijk een beetje research gedaan. Want een van de rappers is zelf Afrikaan uit Ghana. En die kwam met onze Asonto beat. Dat is heel populair. Maar dat bleek helemaal niet populair te zijn in Zimbabwe. Oh? Want het is meer iets voor West-Afrika. En hij ging het ook nog dansen. En we waren best wel teleurgesteld, hij eigenlijk. Dat niemand dat herkende en dat het niet populair was. Dus we hadden het nummer eigenlijk toch wel, omdat dat vonden we toch wel een hele leuke beat. We hebben het wel op die Asonto beat gemaakt. En we hebben het gecomponeerd gewoon bij mij thuis. Ik zeg, laten we maar een middagje afspreken. En we hebben met z'n drieën hebben we dat gedaan. Dus ik met die twee rappers. En toen zei ik, vinden jullie het oké als Warren? Want Warren was toen in Amerika. Warren Bird, ja, pianist. Ja, als Warren daar ook nog wat op zingt. Want hij is ook zanger. toen zeiden ze, ja hoor, prima. Dus toen heeft hij er ook nog wat op gezongen. En zo hebben we het nummer gemaakt eigenlijk. En toen waren we best wel benieuwd van, nou, hoe gaat het nou live klinken? En toen hebben we het 1 keer uitgeprobeerd tijdens een concert van tevoren. En het sloeg meteen giga in. Dus wow. Het liep als de trein. Sommige nummers, je begint ze te spelen en ze lopen gewoon. En dit nummer was er eentje van. Dus daar waren we wel natuurlijk heel blij mee. Maar het was toch best wel spannend om dat nummer dan te gaan spelen. Want ja, je komt daar eigenlijk met een gemixte band. Nou, daarmee bedoel je blank, zwart, man, vrouw? Ja, zeker. Maar is dat daar heel raar dan? Nee, helemaal niet. Mm. Het is daar ook helemaal gemixt. Maar je denkt toch van, komen wij nog eens een keertje uit Europa, eventjes muziek half uit Afrika aan jullie Afrikanen brengen of zo. Dus zo'n idee heb je er toch een beetje bij. Maar iedereen vond het giga leuk, echt. Ja, ze vonden het gewoon heel leuk. Ja, want muziek is gewoon muziek. En, universeel. Ja. Zeker. Maar jullie hebben daar ook, je band bestaat uit 7 man, hè, in totaal? 8. Oh, uit 8. Precies, ja. Jij en de 7 mannen. Ja. Jullie hebben ook heel veel workshops gegeven daar. Jullie hebben ook heel veel op straat gespeeld. Dat is allemaal te zien op die DVD. Ja, ja. Maar wat heb jij die mensen dan geleerd? Wat leerde jij nou in zo'n workshop? Ja, dat staat ook op de DVD. Dat is ook heel erg leuk. Want we hadden dus een workshop gegeven aan een stel jongeren. Heel grote, best wel grote groep. En ik vroeg aan ze, wat spelen jullie nou allemaal? Nou, ze bleken dus allemaal muziekinstrumenten te bespelen. En toen bleek ze ook dus nog een band te vormen samen. Een hele grote band. Dus toen hebben wij eerst iets voor hun gespeeld. En daarna speelden zij wat voor ons. Nou, die muziek die ze voor ons speelden, waren allemaal 16, 17-jarige, hele ingewikkelde fusion muziek. En toen vroeg ik na afloop aan hun zo van, weten jullie eigenlijk welke jazzmuzikanten kennen jullie nou eigenlijk? Nou, do you remember which names she named when we asked them which jazz musicians they knew, the guys from the workshop? I think they knew some like Kenny G, Smooth Jazz. Yeah. And it's hartstikke leuk, Maaike. Oh, sorry. I actually don't remember Kenny G crossing crossing my ears, but I think they were definitely digging some groovy sounds, you know. Yeah. Toen vroeg ik of ze Charlie Parker kenden, of ze wel eens van bebop hadden gehoord. Nee, hadden ze allemaal nooit van gehoord, Miles Davis niet. En toen zei ik van, weten jullie wat blues is? Nou, dat wisten ze eigenlijk ook niet. Dat wisten ze ook niet. Dus toen hebben we hun, als workshop hebben we hun dus de blues leren spelen. En dat staat dus ook in hele korte vorm op de DVD. Er zijn heel veel beelden van, maar ja, DVD kan niet... Je moet kiezen, precies. Dus het is, je ziet dus en concertregistraties, maar je ziet ook dus gewoon wat jullie daar allemaal gedaan hebben. Jullie hebben ook heel veel op straat gespeeld. Gebeurde dat spontaan of was het allemaal geregeld van tevoren? Nee, we hebben een concert gegeven op straat. En dat was in First Street. En dat was de straat waar vroeger alleen maar de blanken in mochten lopen. En daar hebben we gewoon een concert gegeven met de band. En dat ging ik ook nog in het publiek. En probeerde ik ze nog op mijn trompet te laten. Oh, dat heb ik gezien inderdaad in een clipje. Ja, heel grappig. Ja, dat is heel leuk. Dus dat komt er ook in voor.
Dus blues gespeeld. Je hebt, nou, wat ik al zei, pop, world, dance. Met rap, wat ik zojuist liet horen. Je bent echt van alle markten thuis. Maar de basis voor jou is natuurlijk jazz. Ja. Uiteindelijk. En de man die je zojuist hoorde met die prachtige, bronstige stem. Dat is Warren Bird, de pianist en vriend, slash man, de partner van Saskia. En jullie spelen ook in duo. Ja. Volgens mij zijn jullie dit weekend twee keer te zien, ook als duo. En jullie hebben ook een keer opgetreden bij Mijksmiddag Live, toen dat programma nog stond. En dat klonk toen zo.